Ja mensen, ik ben klaar met werken. Wij hebben helemaal geweldig natuurlijk. Ik heb weer een beetje extra parkeergeld moeten betalen aan zo'n SOA, ik bedoel BOA. En ja, dit was wel een grappig verhaal. Normaal gesproken heb ik er niet eens zin meer in om het erover te hebben. Maar ik kom dus aangelopen bij mijn auto en er staat zo'n flapdrolletje. Die staat in de Nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Staat hij mij een ticket uit te schrijven terwijl ik sta op een laden en losse plek. Nou sta ik daar wel de hele dag. Dus op zich, ja, valt er wat van te zeggen wat die chap doet. Maar ik kom aangelopen en wat denk je? Ik vind raak helemaal in paniek. Hij ziet mij. Hij denkt bij zichzelf, dan heb je hem. Maar wat doet hij nou, die lullo? Die clown. Hij laat zijn vrouwelijke collega staan. Hij loopt naar de auto en hij wil, weet ik niet wat hij precies wil doen. Maar hij wou me niet te woord staan. Jammer, jammer, jammer. Ik bedoel, om BOA te worden moet je toch wel een beetje kerel zijn, of niet? Jezus, wat een weggooier. Ja, schaamteloos, schaamteloos. Je vrouwelijke collega laten staan voor een psychisch gestoorde man als mij. Waar zijn je ballen, man? Hey, oude SOA trekker, waar zijn je ballen, man? Ja, heel heftig, heel heftig. Het is echt jammer dat ik dit soort dingen niet meer mag filmen, mensen. Dan vlieg ik regelrecht terug de bak in. Maar ja, dat ventje met die bril, die vandaag in de Nieuwe Ebbingenstraat aan het werk was. Hè? Ja, triestig. En zulke mensen krijgen ook kinderen. Dat is best heftig. Maar goed. Jongens. Boas. Boas van Groningen. Ik ben dat. Ja, in die witte Mercedes Jeep. Plak hem er maar gerust op. Ik heb er echt fucking scheid aan. Echt waar mensen. Ik heb er echt fucking scheid aan. Dus dat beetje extra parkeergeld wat ik aan jullie betaal. Jongens. Dat mogen jullie hebben. Ja. Maar jullie hoeven niet bang voor mij te zijn hoor. Ik bijt niet. Ja? Of je moet een grote mond hebben. Dan gaan we erachter komen. Ja? Oké. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Ik ga morgen de hele dag niks doen. Lekker chillen. Beetje Netflix kijken. En uitrusten. Het was mijn weekje wel. Oes!